Met 70.000 pond verse paling aan boord arriveerde Pieter Geertruida, het grootste palingschip ter wereld, na zijn eerste reis in Spijrendam. Aan boord is eigenlijk het juiste woord niet, want de paling die uit Denemarken komt, geniet comfort en een betrekkelijke vrijheid. De gladde passagiers hebben namelijk accommodatie in tanks die door een geperforeerde bodem met de open zee in verbinding staan. Dat was tot dusverre bij het vervoer per auto wel heel wat anders. Het lossen van de glibberige lading gebeurt met schepnetten. U zou het vooral niet met uw handen moeten proberen, want zelfs nu denken sommigen hun toekomstig lot te glad af te kunnen zijn. In deze drijvende fuiken, die met een vakterm kairen worden genoemd, vinden de gladjanussen een tijdelijk onderwater. Vandaar worden ze naar rokerijen en vrieskamers getransporteerd. De verwerkte paling levert een kostbaar exportproduct op, dat voornamelijk naar België, Duitsland en Zuid-Amerika gaat en ons land zo gladjes weg weer aan wat deviezen helpt. Jaarlijks vallen in ons land grote hoeveelheden.